Dit is een bespreking van een gedeelte van het verhaal bij Livius over de roof van de Sabijnse meisjes. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat er in Rome een gebrek was aan vrouwen en dat hij gezanten gestuurd had langs alle dorpen en steden in de buurt om huwelijksverdragen te sluiten. Dat gezantschap was echter overal afgewezen. Dus verzint Romulus een list. Romana pubes, dat is het onderwerp van het eerste stukje zin. Pubes betekent jeugd, Romana is de Romeinse jeugd. Hier worden dus de mannen mee bedoeld die graag wilden trouwen en kindertjes krijgen. Passa moet je est aanvullen van het deponens patior. Betekent verdragen, passa est heeft verdragen. De Romeinse jeugd heeft dit, aigere betekent slecht. Verdragen. Dit is natuurlijk het feit dat overal dat gezantschap werd weggestuurd. En haut dubie, geenszins twijfelachtig, ongetwijfeld heb ik vertaald, begon de zaak te kijken naar, uit te lopen op, heb ik vertaald, ad vim. Vim is de accusatief van vis, betekent geweld. Dus die Romeinen besluiten geweld te gaan gebruiken. Daarvoor cui, een zogenaamde relatieve aansluiting. Het is de datieve enkelvoud van het betrekkelijk voornaamwoord. Daarvoor, dus voor geweld. Ut daret, om te geven. Onderwerp is Romulus. Opdat Romulus gaf. Daarvoor, voor dat geweld. Een tijd en een plaats. En daarmee congruerend geschikt. Dus om daarvoor een geschikte tijd en plaats te vinden. Maakt hij klaar, bereidt hij voor, dat is de persoonsvorm in de hoofdzin. Daarvoor komt een participiumconstructie, zijn ergernis van geest verbergend, bereidt hij voor. Leidend voorwerp is ludos solemnes, plechtige spelen. Hij bereidt plechtige spelen voor een god, namelijk Neptunus. En Neptunus hier in zijn hoedanigheid van god van de paarden. Dan heb ik een voorzetselbepaling overgeslagen, namelijk ex industria, met vooropgezette bedoeling. Dus hij bedenkt een list om die naburige volkeren naar Rome te lokken. Consualia, de consualia, dat zijn die spelen, noemt hij die. Dus hij noemt die spelen de consualia. Vervolgens beveelt hij, laat hij, heb ik vertaald. Letterlijk staat er beveelt hij dat het schouwspel aangekondigd wordt. Indiker is een infinitivus van het passief. Finitimis, aan de naburige volkeren. En, que betekent en, quantus betekent zoveel als. En apparaat, dat congrueert met apparatu, dat betekent iets als pracht en praal. En met zoveel pracht en praal. Ze toen, op dat moment, in die tijd, heb ik vertaald, wisten of konden, dus hè, met zoveel mogelijk gedoe eromheen, bereiden ze dat feest voor. Onderwerp zijn de Romeinen natuurlijk, bereiden ze dat feest voor, dat is concelebrare. Ut vacerent, opdat zij maakten, om te maken van dat feest natuurlijk, een rem clarum, een clarum beroemde zaak, en een lang verwachte, een zaak waar iedereen naar uitkeek. De Romeinen hebben dus veel moeite gedaan om een leuk feestje te organiseren. En warempel, multi mortales, veel stervelingen, ik heb mensen vertaald, conveneren. Uitgang ere is een uitgang die hetzelfde betekent als eroent. Perfectum, derde persoon meervoud, kwamen samen. Studio etiam, studium is verlangen, door verlangen ook van de te ziene stad. Dus om de stad te zien, gerundivum constructie, novae congrueert met stad, dus om de nieuwe stad te zien. Maxime betekent vooral en proximi quique, quique met een superlatievus betekent juist de dichtstbijwonenden, dus de closest neighbors. Vooral de dichtstbijwonenden. En dat zijn dan de Caenienses, dat zijn de inwoners van Caenina, de Crustumini, de inwoners van Crustumeria, en de Antemnates, dus de inwoners van Antemnai. Ik heb en toegevoegd, in het Latijn is het twee keer een asyndeton.
Jan, nu al, Sabinorum, van de Sabijnen, de hele menigte, multitudo is een nominativus, die komt, venit, daar staat het hoofdwerkwoord, cum liberis, met hun kinderen en hun conjuges, hun echtgenotes, hun vrouwen. Uitgenodigd, gastvrij, letterlijk door de huizen heen, heb ik vertaald met overal in de huizen, cum videscent, toen ze gezien hadden, de plaats, de ligging van Rome uiteraard en de muren. En gezien hadden ook de stad die letterlijk talrijk was door daken. Dat staat er letterlijk. Een tectum is een dak. En toen ze dus gezien hadden dat die stad al tamelijk groot was, bewonderen zij of verwonderen ze zich daarvan afhankelijk een ACI. Rem Romanum crevisse, dat de Romeinse zaak letterlijk, ik heb Rome vertaald, gegroeid is. Crevisse is het perfectum van crescere. Verwonderen ze zich erover dat de Romeinse zaak gegroeid is. Tam brevi, zo in korte tijd.